Dit zijn Red One en Cityan. Twee stadse jongens zonder enige kennis van het platteland. Hij vroeg even voor plaatsen. Hij is 5 plaatsen, jongen. Ze gaan op pad om historische boerderijen in Zeeland te verkennen. Geen standaard agrarische bedrijven, maar nieuwe bestemmingen, zodat de oude schuren konden blijven staan. Vandaag kijken we binnen bij boerderij Ondersteboven in Ossenisse in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De boerderij is begin 18e eeuw aangelegd. Hiervan is alleen het varkenshok zichtbaar. De schuur met Franse kap is van 1922. Het is een typisch Zeeuws-Vlaamse landbouwschuur. Hij is gebouwd in opdracht van Leo Warrens. En dat is de grootvader van de huidige bewoonster, Annie Oudenaard. Goeiedag. Welkom. Ook welkom bij boerderij Ondersteboven. Ik ben Annie. Hebben jullie enig idee waar je nou terechtgekomen bent? Ossenisse. Ossenisse, dat vind ik al heel erg goed. Een boerderij. Ja, het is ook een boerderij. Een B&B. Wat is dat? Bed and breakfast zeker? Bed and breakfast ook. Zullen we de tafel gewoon gaan dekken? Is goed. We hebben nog niet gegeten, nee. Nou, het is hier allemaal een beetje oneffen, dus je kunt overal... Op je bek gaan. Ja, op je bek gaan. Nou zitten wij hier in de koeienstal. En bij koeien denk je aan melkkoeien, maar hier stonden geen melkkoeien. Wat dan? Chocomelk? Nee, hier stonden eerst stieren en later ossen. Want os is natuurlijk veel rustiger. Yeah. Bijzonder voor mij is om in deze stal te zitten, omdat het de ouderlijke boerderij van mij is. Dus ik ben hier opgegroeid en ik was heel vaak in deze stal, omdat ik heel veel van de dieren hield. En dat vond ik heel geweldig. Ik hoor nou ook nog het geluid. Ja, ja, ik hoor het geluid van het snuiven. Ja. Volgens mij was jullie familie heel erg close met elkaar. Ja, we waren heel close. Ja. Ja, dat klopt. Dit zijn nou de eerste klanten voor jullie. Zijn voor ons natuurlijk heel belangrijk, terrasgasten. Ja. Dus je gaat er gewoon heen en je vraagt of ze al een keuze hebben kunnen maken. Want we hebben een menu op tafel liggen. En dan, de ene keer willen ze dit en de andere keer willen ze dat. Dus je vraagt gewoon, heeft u al een keuze kunnen maken? En dan ga je natuurlijk, niet met je handjes over. Dan ga je, ja, dat mag wel trouwens. Ja, dat mag wel. Maar je staat er wel netjes bij natuurlijk. Hoor. Is goed. En wat doe je als je dan bij de tafel komt als eerste? Goeiedag mevrouw, goeiedag. Heel goed. Goeiedag. Heeft u al een keuze kunnen maken? Ja. Ja? Voor mij een teken. Een thee? Ja. En voor mij ook. Thee? Ja. Wilt u suiker erbij? Nee. Geen suiker? Nee, geen suiker. Oké. Okay. Slecht voor de lijn. Slecht voor de lijn. Dat is goed, komt eraan. Niks eten of drinken, niks... Nee. Oh, we drinken natuurlijk. Ja, ja. Sorry. Thee. Het is toch een beetje eng, hè? En een koekje erbij. Hola. Want lekker. Ja, bedankt. Is goed, alsjeblieft. Hè? Ja. Hoe bent u eigenlijk dan teruggekomen? Hoe bent u op het idee gekomen, ik ga nu terug naar de boerderij? Ja, dat is een hele ommekeer geweest. Want dat kwam eigenlijk alleen maar doordat mijn vader gestorven is in 2008. Ja, als je vader dan sterft, en die woonde hier ook nog op de boerderij, dan kom je ineens voor de vraag, oh jee, wat moet er nou met de boerderij? Omdat mijn hart hier altijd gelegen heeft, ook al was ik er niet, het zit toch in je hart om dan buiten te wonen en de natuur en de boerderij en het hart voor de boerderij, dat is gewoon altijd geweest. Mm. Wij wilden graag die boerderij overeind houden. Mijn vader weet niet beter bij leven dat mijn zus niet terug zou komen en ik ook niet. Dat niet ging voor het werk. En dat vind ik nou heel erg jammer, dat hij niet weet dat wij terug zijn. Nou, ik weet zeker dat hij weet dat jullie terug zijn. Ja. Toch? Ik denk het ook wel op een bepaald plekje. Precies. Hoe wij het altijd zeggen, only God knows. Ja, alleen God weet het. Klopt. Wij niet. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ik vind haar wel een hele aardige vrouw. Ja, ze is een zachte, zachte vrouw. Een zachtaardige vrouw. Ik heb wel respect voor tante Annie, man. Waarom? Gewoon dat ze die, noem je dat? Die schuur van die boerderij hier, toch? Ja.
ze die een beetje in stand wil houden dat haar pa overleden is, toch? Oh ja, man. De gedachte daar alleen al achter is al genoeg, vind ik eigenlijk. Maar ja, zij heeft het gewoon gedaan. Zij is strijder, man. Daarom. Ik zou ik ook doen, hoor. Eerlijk.